Selma, Lars, Nick, Daphne, Janine, Sanne en Arie. Ja, dit is allemaal hard. Dit is een beetje allemaal naar elkaar. Je staat in de spotlight, kom, ga een beetje die kant op. Nu wordt het allemaal, ik word er eigenlijk helemaal niet. Ja, dit is onze eerste kennismaking ook. Dat vind ik fantastisch. Dat tussen supergrote aankomende, aanstormende spotterinnen staat. Hier staat een man van de bank, geef jullie straks een hoge prijs. Selma, drie fietscrossers, treffen jullie elkaar als op de cross? Ja. En hebben jullie een goede contact hier ook? Ja. En wat doe je dan met elkaar? Ja. Alleen twee? Ja, een wedstrijd. Ook een wedstrijd. Fietsen jullie ook als op een link te hebben? Ja, soms. Soms? Ja. Je fiets staat er dan dat je praat? Ja. Oké, nee. Geef dit zo eens mee. Hé, hoe lang fiets je? Je bent niet met fiets geboren? Nee. Had gekund natuurlijk, hè? Met de helm, zeggen ze dat wel eens. Lars, ik kom even bij jou. Weet jij al hoe lang je fiets komt? Kijk even naar die mensen die ze jou zien. En weet jij hoe lang je fiets ziet? Ja. En waarom ben je met de fiets begonnen? Nou, ik fiets thuis al veel en ik vond het leuk. Ik ben een keer bij wees kijken en toen weet ik het leuk om zelf ook te doen. Heb je ook een voorbeeld? Ja, Conor Fields. Wie? Conor Fields. En waar kan ik die van kennen? Ja, hij is van fietscross. Van fietscross? Ja. 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 Kinderen van jou tussen? Ja. Nee, nee, nee. Ja. Meer finale plek te halen en mee te doen aan de top van Nederland. Net zo goed als jij toch? Ja, ook. Oh, tuurlijk, mooi doen. Nick! Ben je beter dan de Rijs? Ben je beter dan de Wat zeg je? Wie ben jij? Oh, ik. Ja, je bent Nick. Je vindt het kost toch ook? Ja. Maar je zoekt zo'n ding beter dan de Rijs. Ja. Is het zo? Nee. Hebben jullie wel eens tegen elkaar gefietst? Ja, één keer. Eén keer. Wie heeft ze gewonnen? Nou, hij. Hey, kun jij school en training goed met elkaar combineren? Jawel. Want ik ga s'morgens en s'middags naar school en dan. Dinsdag, woensdag en donderdag weer training. Wat voor school zit je? CCB. En jij? Zaland in de Assen. Wat voor klas? T2A. T2A. Kun je iets zeggen? Ik wil niet weten. Ik denk heel veel. Wat is T2A? Is dat technisch? Theoretisch. Theoretisch. Wat kun je worden met T2A? Zie jij nog zo? Wat zo? Meten. Wat? Weet je al wat je wordt? Ja. Beroepsfietscross. Nee. Wat wel? Kleuter. Kleuter. Kijk, dat is trouwens een beroep. Daphne. Ik kom bij jou. Waarom is wat jij, want jij zit op een wielrenfiets en niet op een crossfiets. Waarom is nou wielrennen leuker dan crossfiets? Of is dat niet zo? Nou, dat is ja, dat is één. Is het moeilijker dan crossen? Heb je wel eens op een fiets? Heb je wel eens op een gewone racefiets? Nee. Ook niet? Zitten jullie wel eens op een fiets? Ja, dat is ook wel. Nee, maar waarom kies je dan voor het wielrennen en bijvoorbeeld niet voor fiets crossen? Is dat toeval? Nee. Ik vond wielrennen heel leuk toen ik het voor het eerst zag.
En dan ben ik nu leuk dat ik heb uitgenodigd door fietsbus nagedacht. En wat is uiteindelijk het doel waar je tot kwam? We hebben vandaag al Fleur hier op het podium gehad. Geweldig en dat je allemaal al gepresteerd heeft. Je allemaal fors is ook. Droom je wel eens? Nou, ik droom van het Nederlands kampioenschap en dat is volgend jaar. Nou, eigenlijk dit seizoen, maar. Maar dan is het dit seizoen of volgend jaar? Dit seizoen. Dat is 2004. Ja. Succes. Voor het geval dat u niet weet, maar ik heb ook allemaal opgezocht. Selma is 12, Lars is 14, Nick is 12 en Daphne, ik ben 11. Ik ben wel de grootste. Selma, ik ben jou terug. Er zijn ook heel veel schaatsers in fietsen. Fiets je ook? Ik fiets ook. Ja. Je doet beide, hè? Ik doe beide, ja. En waarom, wat is je favoriete sport om schaatsen of fietsen? Nou, op dit moment altijd schaatsen. Maar ja, ik kan altijd veranderen. Wat zou er dan moeten zijn dat ik kan veranderen? Ja, ik denk waarschijnlijk aan prestaties. Als stel dit seizoen fietsen heel goed gaat en schaatsen niet meer, dan zou ik waarschijnlijk voor fietsen kiezen. En je zit in een andere categorie, want jij bent 18 jaar, je bent een wereldouw en je mag tussen. Al deze jonge talenten mag jij ook zijn, dus de organisatie en de jury hebben dat jammer dus op de prijs gegeven. Wat ik niet begrepen heb bij jou is, je bent Nederlands kampioen in jouw categorie op de korte baan, 130 meter korte. Drenthe kampioen op de 130 meter, maar je favoriete afstand is de 3 kilometer, hoe kan dat nou? Ja, Drenthe kampioen op korte baan, dat is niet echt zeg maar een doel. Dat komt er gewoon tussendoor. En normaal, ik ben ook wel trainingskampioen lange baan geweest. Maar dat is zeg maar, ik ben meer van de lange afstanden. En de wind is sprint. Ja, ik weet het ook niet, ja. Heel slim. Maar je staat er en daar gaat het om. Marit. 12 jaar. Amazone, uit Klatering. Wie was je hier vragen of wie kwam daar vaak trainen? Ik wil niet uit Hilden. Heb je wel eens les van Anne-Lethe? Eén keer. Wat heb je vandaag gedaan? Ik weet niet, dat is wel lang geleden. Hoe lang geleden? Dat was 5 jaar of zo. 5 jaar. Maar krijg je veel les dan? Ja. Waarom ben je op de paard gaan zitten? Wat is er zo leuk aan? Mijn moeder heeft op de paard, dus mij heeft ook een. Dus toen werd je gelijk met de vierde besmet en boven op de paard, of is het een pony? Hoe heet het? En heb je al heel veel echt grote prijzen? Gianni, in filmpje zijn ze Gianni, hè? Want Gianni zijn dus fout, hè? Goed, we hebben dat recht gezet. Is je nieuwe tafeltennis? Wat is je sterkste? Je backhand of je voorhand? Mijn voorhand. Waarom is je voorhand sterker? Daar kan ik meer mee intikken en topspin. Intikken en topspin. Topspin, hè? Dat is intikken. Intikken is gewoon smessen. Smashen, dat heet ik hier. De sponsor die knikt heel erg. Ze hebben zelf een tafeltennis vermoeden. En jij tennis bij Tios in Balingen, klopt hè? Tios 66, maar je gaat ook wel naar Assen in de gegeven. Hoe zit dat? Ja, ik doe twee keer in de week. Nou, niet allebei keer, dus bij Tios of twee keer in Assen? Bij TTV Assen en. Een keertje op de vrijdag bij 266. Je woont in Westerbork, je tafeltennis is in Balingen en in Assen. Wie breng je er allemaal heen? Mijn vader en mijn moeder. In Westerbork is geen tafeltennisvereniging, hè? Waar heb je dat talent vandaan? Weet ik niet. Nou, ik versla mijn vader wel eens. Hey, maar dat je in Assen tegen de tafeltennis komt er omdat je zo goed bent? Nou, ik weet het niet. Nee. Niet te bescheiden hoor, daar ben je nooit. Daar kun je wel, heb je Erik Wilson was vandaag gehoord? Ja. Nou, zo ook van de Tom hoeft jou niet te worden, maar zet hem op hoor, dat moet wel goed komen. Nu heb ik de organisatie ernstig in verlegenheid gebracht, want je moet 7 mensen een prijs uitreiken. Als ze nou eens 1 voor 1 opkomen, dan beginnen we weer vooraan, dus stel maar. Dan kun je even wat zeggen en dan mogen we en door onze prachtige assistenten die mogen prijzen geven.
Selma, van deze meneer van der Oudemar krijg je de prijs. En wat wil je erbij zeggen? Ga zo door. Ja. De bloemen, Lars, kom je prijs halen, jongen. Geweldig. Mooie pak. Wat heb je voor Lars? Nou, ik vind het sowieso geweldig dat er fietsers op podium zijn. Want Rabobank is natuurlijk de bank van de fietsers, maar ook paardensport. Wat ik ook hartstikke leuk vind. Dus eigenlijk een hockeyprijs of zo. Doe maar. Tafel vind ik ook geweldig. En dat smash, dat vind ik ook echt lekker. En het schaatsen, ja, dat is een meer als trots. Maar ik zou zeggen, doortrappen.